Goedemorgen allemaal. Welkom bij de webinar over Inventor Toolbox. Ik ben Bernard Bijstra en ik ben mechanical consultant bij Cadix. Gelieft tijdens de webinar de microfoon op mute te laten. Mochten er vragen zijn, kunt u die stellen via de chat. Als ik er niet aan toekom tijdens de webinar, dan zullen ze worden beantwoord na die tijd. Ik zal na die tijd ook de webinar nog even aan laten staan, de Zoom-sessie, zodat er nog tijd is om vraagstellingen te doen. Even in het kort, wie is Cadix? Cadix is een kennispartner en wij verzorgen een tal aan cursussen. Verzorgen wij. En daarnaast doen wij ook aanpassingen aan software, geven we advies over CAD-software. En dat doen wij binnen verschillende werkvelden. Bouw, architectuur, werktuigbouw, installatietechniek, civiel. En Inventor is natuurlijk het werktuigbouwpakket. En daar produceren wij dus ook bijvoorbeeld productcarburatoren voor. En wij doen ook Volt-implementaties. Op de agenda voor vandaag hebben we staan de Inventor Toolbox. Even in het kort waarom. En daarna ga ik alle tools bij langs die zich bevinden in de toolbox. Dus de Buttonizer, Property Tool, Publish Tool en Copy Design Tool. Waarom de Inventor Toolbox? Ja, sommige handelingen binnen Inventor zijn zeer tijdrovend, saai of omslachtig. En door middel van deze tools proberen wij handigheid te krijgen of het handiger te maken om dingen te doen, af te handelen binnen Inventor, die anders zeer ongebruiksvriendelijk zijn. De eerste tool die we in de toolbox vinden is de Buttonizer. En met de Buttonizer kun je knoppen aanmaken binnen Inventor. Op alle locaties binnen Inventor. Dus zelf geprogrammeerde programma's kunt u knoppen voor maken. Ook als bijvoorbeeld ergens een iLogic code op internet hebt gevonden, kunt u die dus hangen aan een knop. Daarnaast is het ook mogelijk om autostart te verzorgen. Dus dat er bijvoorbeeld een code of een programmaatje automatisch wordt gestart bij het starten van een sketch of een IPT. Ik ga gewoon even een klein demootje geven van de Buttonizer. Dan krijg je een beetje gevoel bij van wat het nou precies inhoudt. Als ik Inventor start, dan vind ik in mijn zero screen de Buttonizer knop. En via deze knop kan ik verschillende panels en buttons aanmaken. Hieronder vinden wij bijvoorbeeld de part-omgeving, de assembly-omgeving en de drawing-omgeving. En in deze omgevingen kan ik dus verschillende knoppen aanmaken. Voor deze demo ga ik even een knop aanmaken in de assembly-omgeving. En ik kies een naam voor mijn panel. Ik even Cadix. En ik heb een naam voor mijn knop nodig. Die baseer ik op mijn code. En in dit geval wil ik remove color override. Een toeltje maken. Of een knop daarvoor in ieder geval. Ik kan hier aangeven wat voor een type knop het moet zijn. Ik kies voor een grote knop. Maar ik kan ook voor een split button kiezen bijvoorbeeld. En ik geef aan waar hij moet komen te staan. In dit geval dus de assembly omgeving. En in welke tab hij geparkeerd kan worden. En daar kies ik ook de assembly. Ook mogelijk is het om de ergens neer te zetten die in de omgeving die niet zichtbaar zijn. Maar laat ik nu even uit. Ook kunnen we een eigen icoontje aan het programmaatje hangen. Bijvoorbeeld een PNG, een bitmap, sketch of een JPEG.
Ook is het mogelijk om dus niet iLogic rules aan de knop te hangen. Dus .NET assemblies, VBA macro's of andere apps. En via dit pull-down menuetje kan ik kiezen voor mijn code die ik reeds heb gemaakt. Als ik nu op apply druk, dan maakt hij een button aan. En waarschijnlijk zal Inventor nog opnieuw opgestart moeten worden. Maar hij geeft hem hier alweer. Deze knop is dus te gebruiken in mijn assembly-omgeving. Daarnaast hebben we dus ook een autostart. Standaard staat er al één in, namelijk de property tool. Daar zal ik straks even op terugkomen. Deze wordt dus automatisch gestart wanneer er gekozen wordt voor een drawing. Ik bedoel, een serial document of part. Daarnaast is er ook een custom tab. We kunnen custom tabs maken. En bij de toolbox manager vinden we een overzicht met de geïnstalleerde tools en welke versies ervan zijn. Mochten er custom tools tussen staan, dan worden die hier ook weergegeven. Reload configuration kunnen we de configuratie resetten. En via deze admin omgeving kunnen we de instellingen uitdragen over verschillende netwerken op het netwerk. Ja, dit is dus eigenlijk de buttonizer tool. Even naar, dan gaan we naar de property tool. Property tool wordt gebruikt om metadata aan te hechten aan verschillende bestanden, dus aan de IPT-bestanden of de samenstellingen. Dit is van belang om onderdelen makkelijk terug te kunnen vinden, her te kunnen gebruiken. En we willen natuurlijk ook dat alles goed komt te staan in de stuklijst van de tekeningen. Deze omgeving bevat tekstvakken. We kunnen nummers parkeren. True of false, dus waar of niet waar. En we kunnen ook pull-down velden toevoegen, zodat je een standaard overzichtje krijgt met velden of waarden die we in kunnen vullen in de velden. Ook mogelijk is het bijvoorbeeld om velden mandatory te maken, dus dat ze ingevuld moeten worden voor het opslaan. En natuurlijk kunnen wij gewoon de hele property op maat aanmaken. Even een kleine demonstratie hoe dit in zijn werk gaat. Normaal gesproken wil je de properties veranderen. Dan gaan we naar de iProperties van de assembly in dit geval. En moet je de juiste tab kiezen en vervolgens het juiste veld om je waardes je metadata in te vullen. Ja, dat kan heel ontslachtig zijn. En je moet goed opletten waar je welke waarde invult. Want er zijn een heleboel velden. En wat is dan de juiste? Makkelijkere manier is soms om de bill of material hiervoor te gebruiken. Dat we hier de waarde invullen. Maar op partniveau is dat natuurlijk ook niet wenselijk. Als je een part creëert, wil je eigenlijk dat je gelijk je metadata kunt aanhechten. En via deze tab kunnen wij, dit is dus de property manager, kunnen we de properties wijzigen. Dit zijn de properties van de assembly. En ik kan bijvoorbeeld de designer wijzigen naar Janssen. En ik druk op apply en het is verwerkt op het juiste metadataveld. Het is een dockable window, dus ik kan hem overal parkeren op mijn scherm. Ik kan hem aanhechten aan de zijkant. Ik kan hem hieronder aanhechten. Ja, naar wens. Dus als hij hem liefst aan de rechterzijde van je scherm heeft en altijd zichtbaar, dan kan dat ook. Als we gaan kijken, inzoomen op een onderdeel, bijvoorbeeld in deze assembly. Ik even het wiel aan. En dit wiel.
En die wil ik dus aanpassen. Dat is nog steeds de assembly. Ik even de part erbij pakken. Ik wil dit wiel editen. Dus je ziet u ook dat de property tool automatisch de juiste velden er weer bij pakt. In dit geval wil ik hier rubber van maken in plaats van silicon. En deze is 10 breed. En ik druk... hier zijn ook nog mogelijkheden bijvoorbeeld om de finish te wijzigen of een workcenter. Dit zijn allemaal custom, pulldowns die wij voor u kunnen inrichten. Ik druk op apply en het is verwerkt in mijn iProperties. De publish tool. Normaal gesproken is het in Inventor heel omslachtig om publicaties te maken van complete samenstellingen. Het is heel erg gericht op partniveau of drawing niveau, dus enkel stuks. Dit is zeer tijdrovend om te publiceren. Dus als we ergens een PDF van willen maken of een DXF, dat zijn allemaal aparte handelingen die we moeten verrichten. Je kan het wel buiten Inventor om, maar we willen natuurlijk gewoon in Inventor blijven en vervolgens alles kunnen exporteren en publiceren. De publish tool kan PDF's, DXF en steppen genereren. En hij is ook zeer sterk in het genereren van sheet metal parts of tekeningen. En daarnaast is het ook nog mogelijk om filters aan te maken. En er zijn er ook mogelijkheden tot customizen. Even een kleine demonstratie over de publish tool. De publish tool, we zitten nu in assembly en die vinden we hier bovenaan. Ik heb hem nu op all parts staan, dus hij geeft alle parts weer. En het mooie hiervan is dat we een totaal overzicht krijgen van alle onderdelen die in de assembly zitten. En we zien ook gelijk aan hier dat er een aantal tekeningen al zijn en welke tekeningen nog niet zijn. Dus we zien gelijk of er een DWG of een IDW bestaat van de huidige parts. Voor de injector wil ik even een drawing aanmaken. Selecteren we de injector en ik ga naar Tools, Create Drawing. Oh, nog even opnieuw. Deze. Oh, mag ik hem wel selecteren. Deze wil ik een tekening van creëren. En dat kan via Create Drawing. Dan zien we ook gelijk aan dat er een vinkje of een DWG aangehangen wordt. Ga ik naar, stel ik wil van meerdere onderdelen een export maken. Dan selecteer ik de onderdelen, geef aan waar ik ze geëxporteerd wil hebben en ik druk op export. En vervolgens worden de files gegenereerd op de achtergrond. En als het goed is, heeft hij ze in deze folder neergezet. Even kijken waar ik ze kan vinden. Ja, hier zijn de onderdelen. Wat ook tot de mogelijkheden behoort is om een partlist te genereren. En daarvoor selecteer ik alle onderdelen en ik druk op Generate Partlist. En dan opent hij een Excel en daar staat een mooi overzicht met de mails van alle onderdelen die erin zitten. Daarnaast
is het ook mogelijk om PDF's en DWG DXF te exporteren, inclusief bijvoorbeeld de hoofdsamenstellingstekening. Dus hij kijkt ook iets hoger qua niveau dan. PDF genereren. En die vinden we dan ook weer in die map. Hier vinden we de filters. Als ik nu op sheet metal part druk, dan opent hij alle, selecteert hij alle sheet metal onderdelen. En het mooie aan de sheet metal is dat we ook gelijk zien of er een plaatuitslag is en weten we of hij het klopt, de plaatuitslag, of het mogelijk is. Ik open even het onderdeel en dan gooi ik de flat pattern weg. Zo. 7. Dus terug naar de property tool. Ja. Ik zet hem weer even op sheet metal. Dan zien we nu dat hij aangeeft dat er geen flat pattern bestaat. Ik heb hem net weggegooid. Dus. Maar het mooie is dat hij die flat patterns automatisch kan genereren. Dus eigenlijk hoeven ze niet aan te maken, maar dat kan hij zelf aanmaken. Dus deze nou op export zet, step naar flat pattern. Dan maakt hij van alle files een stepfile van de plaatuitslag. Je ziet ook dat hij die flat pattern dus een vinkje heeft gekregen. En hier vinden we ook de verschillende stepfiles. Geldt ook voor een DXF en ook simpel exporteren. De Copy Design Tool. De Copy Design Tool is gemaakt om bestanden, samenstellingen te hergebruiken of te migreren. Migratie van bijvoorbeeld 2013 versie naar de nieuwste 2022 versie. Dat kan met de Copy Design Tool. En wat uniek is aan die Copy Design Tool is dat hij ook nummeringsschema's kan meenemen en browser notes kan hernoemen. Als wij de Copy Design Tool dus openen. We kunnen aangeven welk pad hij de gekopieerde onderdelen moet neerzetten. En in dit geval zet ik hem op in de omgeving waar origineel ook staat. En daardoor geeft hij standaard een toevoeging, een suffix, zodat ze niet overschreven worden, de bronbestanden. Maar ik wil het niet copy noemen, maar ik wil het versie 2 noemen. Dat geldt ook voor mijn samenstelling. En dan druk ik op rename. Oh, hij heeft nog copy genoemd. Even undo. Rename. Nou heeft hij versie 2 erachter geschreven. Ik kan ook dingen vinden en hernoemen. En ik kan het fold-schema gebruiken. Voor het hernoemen van mijn bestanden. En tevens kan ik ook de folders een prefix of een suffix geven. Extra instellingen zijn dat hij zoekt in mijn werkomgeving. Dus dan zoekt hij nog dieper om alle DWG's en tekeningen en bestanden bij elkaar te zoeken. Ik kan dingen uitsluiten zoals content center onderdelen en dergelijke. En als ik op kopie druk, dan maakt hij een kopie aan van mijn totale pakket. Dus ik hoef niet meer alle onderdelen bij elkaar te zoeken. Dat wordt voor mij gedaan. En ik krijg een goede kopie.
Ja, dit waren de tools voor, die in de toolbox zitten. Mocht u geïnteresseerd zijn door, door deze webinar, kunt u die toolbox ook gratis 14 dagen uitproberen. Hiervoor kunt u gaan naar kadix.nl/toolbox. Heeft u nog vragen? U kunt ze vragen stellen via de chat. Vergeet niet uw e-mailadres er ook achter te laten, zodat wij de vragen kunnen beantwoorden per mail. Ik wil u vriendelijk bedanken voor het kijken van de webinar. En graag tot ziens.